Come on, it's on there. Van waar we al wat afstappen zijn in de motorinstallatie van de wedstrijd. Terwijl het zonnetje bijzonder netjes is gaan schijnen. We doen nogmaals een oproep aan iemand die zijn bril is verloren. Gevonden aan de drankstand hier in de buurt van de aankomstlijn. Achter de jurywagen. Hoogte van Robotland. Daar is een bril gevonden. Ze hebben die binnengebracht. Kijk eens even naast je. Een bril gevonden. Opnieuw beelden binnen van de wedstrijd, waar we dus een ruime groep hebben vooraan, weinig afscheiding. Dario van der Heijden, denk ik, die de leiding heeft genomen in de wedstrijd. Komen daar aan de materiaalpost. Door de modderpartijen. En Antoine! Aaron Boks, die volgt daar in de zesde positie. David Haverdink die nu overneemt van in deze Elias Cross in Essen doorheen de zandbak. Waar het paadje glad gereden is door de vorige wedstrijden. Dan gaat het allemaal goed. Komt ze vlot door. Wat aan Robotland, iets wat verder van de effectieve grens. Maar zoals het al een beetje te voorspellen was, is dus, de Nederlander David Haverdink vorige week nog niet helemaal super top. Maar, nu toch wel, hij afgelopen weken ook een korte stage ingelast om wat beter te worden. En dat laat hem niet onmiddellijk blijven. Op die tweede plaats. Kom aan, Jolie! Nummer 13, hij volgde aan de aankomstlijn op 5 seconden. De derde plaats is voor Jordi Korsen. Die dus vorige week ook al outstanding was opgelegd van die Korsen. Dat zeg maar een traag visietje, maar heeft de motor op kans dan opgelegd daarmee. De tegenover nummer 12 staat voor aan het rechtscampion. Die op het samen met dat het bovenaf tegen die klopt in de start toch wel. Van Aaron Boks, 15 seconden op Haverdink. Boks denkt nog op die 15 seconden. We weten niet of hij daar wat
Kijk, we krijgen hem daar nu netjes in beeld van ons collega in de van DC Hesse, waar hij al lopend door de Etterse boer. Kom maar, broer, heel goed, ja. De jongens natuurlijk, deze zijn examen, dat wordt tof, terwijl daar aan het opgezijn die stappen doen ze. In de strijd verlopen rond de plaats bij vooraan die avond ligt nog toch wel een van de sterrenstegen bij de hoogte. Maar de strijd verlopen van Europese kampioen, ja, die is wel van ons. Die is van de man daar met de sterrenstegen bij de Aaron Stoppen. Maar vooraan alweer lopen de Nederlander Haverdink bedacht. Dat het broertje of wel het meisje moet geweest zijn, eerder op de ochtend bij de nieuwelingen. Mijn grote broer of grote neef gaat even tonen hoe het is. Lopend ook voor Kostjes en ook lopend voor Mario van der Heijden. Dan is het daar op de volgende beeld. En op het volledige traject mooie beeld krijgen. Dus Pap, dus Blubber, dus Duwen en Schoenke. Ja, de hele dag gaat maar weer de nummer in. Het is bijzonder zwaar daar en het zal er alleen maar nog slechter bij gaan liggen als er meer en meer wordt omgereden. Straks nog de rechtsafdienste levensgroot bij de vrouwen. En afsluitend om 3 uur de mannenwedstrijd in deze Ekelstroom. Ja, dat of deze beelden al strijd worden gegeven op de grote schermen, maar als we daar Haverdink toch ook een bijzonder grote motor aan boord heeft kijken, is het een denkbaar alweer naar de volgende plant die op hem was, waar het water samenkomt gestroomd op de diepste punten die wijden. En daar is het wel duwen en trekken aan dat van der Heijden met dat robuuste lijf, die grote motor op de stevige tocht en heeft hij probeert daar toch even die voeding te houden. Met die Nederlander die op het doos toch al heel wat over Rungen mee naar huis heeft genomen. En daar rustig blijft zetten. Verder mag er vorige week de boot naar een klein beetje doen in de jongensmaten. Maar als ik denk dat dat toch te komen is. Ja, we worden kloof geslagen in die tweede ronde. Langs een het sportstaar van Elton Safety Shoes. Veiligheidsschoenen, een van de nieuwe partners van deze Ediastrop. Daar is nog steeds vooraan komt aan de balken, de Ediastbalken. En daarachter een gevecht in de koersjes in het gezelschap van Dario van der Heijden, die nog op toegeroepen krijgt van de supporters. Krijgen we dan. Kijken wie daar eventueel nog een beeld krijgen van wie daar achter de rug van der Heijden en Korsen zit. Ja, dat gaat volgens mij die blauwe outfit, Jari Prins, nog altijd zijn. Die reed straks in de derde positie. Ja, dat is hem inderdaad. Met achter hem dan Aaron Box, die opnieuw op de post inrijdt voor de wissel. Een nieuw vehikel, proper gewassen en hup, weg ermee. Wat, opnieuw een beeld van de leider en de twee achtervolgers. Dario van der Heijden en Jordi Kort. Ja, nu op een deel van het traject waren iets beter bereikbaar. Het waren net echt stoppen, ook aan die materiaalzone wegzakken met dat achterwiel. In die blubberpartij nu op een iets wat beter bereikbaar stuk van het parcours. Waar ze dan toch het gevoel krijgen de pedalen iets makkelijker rond te trappen. Nu de Nederlander Dario van der Heijden kort moest krijgen in het gezelschap van de Europese kampioen. Dat is Aaron Dox, de man met nummer 1 onderweg op dit traject. Hij gaat nog van de voeten huizen moeten komen. Eens kijken naar dat tijdsverschil, Gunther. Vind ik dat goed, zijn dat 20 seconden. Ja, dat klopt inderdaad. De achterstand voor Dario van der Heijden, Jordi Kortes en Aaron Dox. Zo'n 20 seconden. Jari Prins op 24.
De zesde plaats voor Jelte Jochem op 33 seconden. Dan Schepper van den Hoek. Kom aan, Jordi. Sennebouw en Mika Wijswinkel. Dat is de voorlopige top 10. Wat verderop was het Niels Keuleman, Jensen van Hout en Bart Kortlever en Antoine Jamme. Zo zijn ze doorgekomen op het einde van die twee ronden. Dus op drie ronden van het einde. Drie met de groot toch wat voeren. Door wat van David Bell. Achterin is het Jani Buur. Achterin hier ook nog veel Willem Jan. Achterin Robert Willeke. En Milan de Dijk. Zo komen we hier voorbij aan daar op het gymnasiumgast nog. Ondertussen alweer in het veld. Hoe zit het daar? Ja, we hebben dat de mensen dat opleiden was. We vinden de keken naar een van Lubbers partijen gaan. Waar Aaron Goed de maat heeft van twee mannen die hebben net in aan de hand van de tonen bijhouden. Daniel van der Heijden was ons daar in de modder van Starek. Moet je koortjes en toch daar wat weer uitgegeven. Terwijl onze eigen alweer één doeltje verder is. Een keer op en af dat zelf. Dat we een keer ook aan gedaan verlangen te doen. De plaats nog maar één. Aan de stand is er van exact op het beste punt van het traject van hieruit is in Nederland daar echt op een steek wordt van de Nederlandse grens. De plaats die daar verder staat, daar dus letterlijk de grens met Nederland aan de nodige kenten. Ja, dus kijken even in de achtergrond op nu wat daar ook nog daar gaat doen. Nee, voorlopig nog wel eens daar even in door. Maar ze zijn, ja, hey, ja, in het veld zijn, hoe zullen we dat zeggen? Thank you.
Verschil 34 seconden. 34 seconden na rond 2 ronden op. En dan wacht op de derde in de wedstrijd. Hier komt hij. Dat is nog altijd Jordi Korsus op een goede 48 seconden. Dus afwachten naar de andere renners. Die krijgen we Dario van der Heijden, Jari Prins. Zij zitten op hoeveel seconden? Een minuut. Op 1 minuut exact. Jari Prins en Dario van der Heijden. Tel Pauwens, telt de man uit Meesterland. Ja. Geglimmend in de modder, rijdt rond op plaats nummer 6. Jongens, jullie rugnummer even. Robert van Eeren vraagt een klein beetje wanneer hij aan de aankomstlijn voorbij komt. Acht renners nu in die laatste ronde. We hadden daar ook nog Wiesnuis. Wolle in al race is die kegel gedaan. Er is nummer 10, helemaal laatst op de startrij. Had volgens wat ik me laten vertellen heb door de jury. Een aantal drie gehad bij de inschrijving. En daardoor helemaal achteraan. Maar rijdt nu wel op plaats 7. Dat is knap werk van de man in nummer 10. Achtste plaats gaan verder aan de boer. Deze is Steunman. En dan de tiende plaats, jongens, komen nu voorbij. Dat is Jente van Hout en Mika 25. Zij volgen al op 1-3 en 46 seconden. Ja, Jelte Jochems is net voor. Kom aan, Jordi. En kort aan de kort. Die krijgen we dan Tilde Brouweren en Toon van den Berg. We raken een drijfje over de rugnummer met de Robbe Marchand. Christina Pia, rugnummer. De aanval. Kom aan, Seppa. Met Wilke Arnold van de HG hier de doorslag gemaakt met Damon Bell. En vooraan Bart Bagerich voor onze Nederlandse vriend David ik staat genoeg voor werken op eigen bodem. Waar we kunnen zeggen, als hij 1-3 zou rijden, wat het zo maar. En hij heeft het toch wel lastig om daar op een stroomte waar je zo diepe weg kan zien. Lubberpartij waar het water allemaal samenkomt. En kijk even naar links, waar Nino zijn daar die Europese kampioen krijgt. De aanhouding is aan het lopen, die parallel te noteren bij hem. Maar dan hebben ze een beetje extra voorsprong voor Havendink. Gaat de moeilijke opdracht voor de Noordhoek met de anderhalve ronde van het einde. Dat is een bijzondere stootje of sluitje voor zich. Voor de Arend nog tot dan komt de Gatik en Haverding. Die doet het verder vanuit de onderen strafpunten. Hier en daar ook een even potentiële op die ondergrond en dan alweer naar de volgende stroom. Voor een goed gezicht zullen we de topwetgeving overlopen. Ja, dus de leider David. Haverding met de driplaat voor Arendon. Jordi Korsus de top 3 met de Dario van der Heijden als vierde. Met de Jari Prins en Jimmy. Met de Sterre Ballen. Kom aan, Roenie, heel goed, ja, kom op. Steunman en Jesse van Hap. De top 10 in de wedstrijd. 11 plaats voor de goed aan 5 die rijdt naar zonne. Jordi nog van Van Hout. Dat is maar de top 11. Dan hebben we Jelke Jochems wat verderop met de Mark Kortleven. Til de Brouweren. Met Paul van den Berg, Robbe Marchand, Antoine Jamin, met Arno van Haken, Leven Bellen en Bram Sprangen. Hij sluit de top 20. Achter hem was het de Vloesma de Hoes, Rutten met de Stam van Kruijen en Rob Verlust. Allemaal mannen van de Agro-Tormansie, met Jari Doen en Willem Jansen. De top 25 in de wedstrijd. Voor een hele boterham. De 25 van de wedstrijd is trouwens op de minuten van onze leider. Vanaf de die de eerste grondje kijkt, kijk daar ook op die terug nog even naar rechts. Van waar is die nou, die Europese kampioen, die rijdt van 100 tot 100. Ik ja, zei de 30 seconden achterop voor de genoemde en opgelegd. Dit is nummer 51, denk ik. Collect opgelegd aan Havendink en jou te krijgen. Ja, dat is dan de lukke partij. Daar hadden we een perfect overzicht van de nummer 2 op de Arendon. En dan zagen we zelfs ook dat de kop daar wat de terrein had verloren. Enkele meters. Maar
Bonas is niet volgens op de tweede plaats. Het komt gaat om de gemeente te houden van de Nederlandse Haverding. En dat is ook vrij snel op plaats van de bal gemeen. Ja, ik heb nog proberen een kop te nemen, terwijl we aan het kop dan aan de rechterkant. Dus dat denk ik toch wel dat voorsprong om en bij die vijf keer te komen op de draad op dit moment. Want we daar. Is daar nog wel open? Is daar goed in de boek?
toestellen, dat we daar een beeld van krijgen op dit moment. Wat de naaien toch kan doen, want dat heeft dus wel kan mogelijk spannend worden. Of ik moet zeggen, 17 seconden zijn uiteraard 17 seconden. Je moet er op steeds gedicht worden, maar op een vrage oploop, zoals we die hier niet hebben, dan zou dat wel eens kunnen. Voilà, laatste keer aan het rekken dat ik de spandoek daar. Onderrecht dat is de zone voor onze leider, David Havelding, dat is die alweer. Van een blubberluikje van deze omloop. Groot. En dan kan hij naar wat een beetje bereikbaar stukje toe. Hij blijft met zijn ruime voorsprong. 50 seconden is dat. In de laatste halve ronde. Ik heb al goed bereikt met die fiets tegen de grond. En daarmee, het is Korsens hier aan terug aansluiting krijgt. Ze komen naar de streep. Wie heeft er hier de meeste kracht in? Is het Dox? Ja, Dox die haalt het hier nog voor de tweede plaats. Net voor Jordi Korsens. Wat een prachtig podium. En wat een strijd natuurlijk niet alleen. Dames en heren, welkom op het podiumceremoniële luik voor wat betreft deze junioren voor deze Robotland ETIAS Cross. We begroeten op het podium de afgevaardigde van Robotland, mevrouw Van Loon, Ingrid Van Loon. Zij zal de honneurs waarnemen. Op de derde plaats is geëindigd voor Bert Containers, Paul Sauzen. Jullie applaus voor Jordi Korsens. Ja, dat is zo. Hij gaat naar huis met stekje nummer 3 op plaats 3. En hij krijgt daar niet alleen bloem, maar hij krijgt ook nog eens de Rosara Chocolates Art of Chocolate mee naar huis op plaats 3. Dus Jordi Korsens. Op een tweede plaats. Hij vond wat moeilijk zijn ritme in de beginfase, vertelde hij ons. Maar hij kwam er wel door op het einde. Nog een slipper in die allerlaatste ronde kon het ook niet voorkomen dat hij uiteindelijk naar huis gaat met stekje nummer 2. Vandaag jullie applaus voor de Europese kampioen Arel Dox. Vanaf vuistje geven aan de maatjes natuurlijk op het podium met de bloemen. De Europese kampioen Aaron Box die dus plaats nummer 2 in de uitslag neemt. En tot slot moet het nog gezegd worden. Nederland boven ook bij de junioren maakte het leven zuur van onze Belgen. Hij was opnieuw de allerbeste hier in Essen op een boogschut van de Nederlandse grens. Dus quasi een thuiscross zeg maar. De man die het negende seizoenszegen van het jaar behaalt. Jullie applaus voor David Havendings. Voilà, vuistjes geven aan de medemakkers. En ook voor hem wacht natuurlijk dat Rosada Art of Chocolate pakket en de bloemen. Dames en heren, jullie applaus voor het podium van deze Robotland ETIAS Cross bij de junioren. Op een derde plaats Jordi Korsens, tweede plaats Aaron Dox en de winnaar David Havendings.